Mijn spreekwoord gaat over Nathan Rutjes. Kijk of die er is. Nathan Rutjes! Hoe vind je een maatschappelijke speler van de Eredivisie te zijn? Nou, maatschappelijk speler van de Eredivisie zijn is heel erg bijzonder. Omdat eigenlijk ik het bij voorhand niet gedacht had. Ik had hele zware concurrentie hè, met Dirk Kuyt en met Swinkels. En dan sta je op dat podium en dan zegt die meneer dat je hebt gewonnen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. Niet alleen omdat het een mooie waardering is, maar ook natuurlijk omdat het een geldbedrag aangekoppeld is. En die mocht ik zelf aan hele mooie doelen geven. Wanneer ben je begonnen met voetballen? Oh, dat vind ik een hele leuke vraag. Ik ben begonnen met voetballen toen ik 5 jaar oud was. En dat is misschien wel een leuk verhaal van jou, Stef. Want ik zat eerst op karate. Ja. Maar ik wilde heel graag voetballen. En mijn papa en mama zeiden, Nathan, je moet eerst je zwemdiploma's halen. Dus ik heb eerst mijn A en mijn B gehad. En ik kan je voorstellen, Stef, ik was heel snel. Hè? Ik vloog door het bad heen. Ik wilde zo graag voetballen dat ik zo mijn A en B had. En toen ben ik begonnen bij CVV. Dat is een clubje uit Rotterdam. Dat bestaat helaas niet meer. En toen ben ik naar Alexandria gegaan, naar Rotterdam-Oost. Toen was ik 10 jaar. En ik ben pas naar het betaald voetbal gegaan toen ik 19 jaar was. Dus ik was best wel laat, een beetje talentachtig af. Maar dat is eigenlijk wanneer ik begonnen ben met voetballen. Heb je nog tips voor mij? Ja, ik heb 1 hele goede tip voor jou. Je vindt voetballen hartstikke leuk, hè? En dat is het allerbelangrijkste. Dat je met plezier naar de training gaat en dat je het leuk vindt om wedstrijden te spelen. Welke clubs heb jij eigenlijk gespeeld? Nou, ik heb voor 3 clubs gespeeld in het betaald voetbal. 2 amateurclubs, CVV en Alexandria. En ik ben begonnen bij Sparta Rotterdam. Die hebben mij gescout. Weet je wat het is, scouten? Ja. Dan kijken ze naar je bij de amateurvereniging en dan denken ze van, zo, die Nathan, die kent wel wat. En dan bellen ze je op en zeggen, zou jij leuk vinden om voor Sparta te komen voetballen? Dus dat heb ik toen gedaan. Toen was ik 19 of 20 jaar. En weet je wat is, Stef? Ik heb eigenlijk heel mijn voetballeven bij Sparta gespeeld. Ik was pas 28 toen ik wegging bij Sparta. Ik ben zelf ook geboren in Rotterdam, hè, dus het paste heel goed bij mij, die club. En toen ben ik gegaan naar MVV in Maastricht, ook in het Limburgse. En daar heb ik 2 hele mooie jaren gehad. Dat was in een andere competitie, hè, in de Jupiler League. Maar heel veel mooie wedstrijden mogen spelen. En toen ben ik weer gescout door Rode JC. Dus Rode JC zag mij voetballen bij MVV en die zei van, Nathan, ik zou het heel leuk vinden. We zouden het heel leuk vinden als je bij ons komt voetballen. Nou, dat vond ik zelf ook wel. En ik kwam hier aangereden, Stef, en ik zag dat stadion. Ik dacht van, wauw, als ik hier eens in mag voetballen. Dus toen heb ik gekozen voor Rode JC en daar speel ik nu 3 jaar alweer. Dus ik heb in totaal 3 clubs gehad in de betaald voetbal waar ik voor gespeeld heb. Kies je zelf ook als je FIFA speelt? Toen ik de eerste keer in het spelletje kwam, heb ik het spelletje gelijk gekocht. En toen zei ik tegen mijn ouders van, kijk eens, ze hebben me gewoon in een spelletje gemaakt. En toen weet ik nog dat ik mezelf heel vaak koos. En dan zet ik mezelf altijd in de spits. Want ja, ik sta hier in de verdediging en op het middenveld. En ik vind het juist hartstikke leuk ook om te scoren. Want ja, dat willen we allemaal. Dat balletje tegen het netje aan schieten. Dus wat ik altijd deed, dat kon natuurlijk helemaal niet, zet ik mezelf in de spits en dan alle ballen op Nathan. Maar goed, dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Maar ja. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Heb ik je wel in de middenveld gezet, maar dan ging ik de hele tijd naar voren dribbelen en van afstand scoren. Oh, je hebt gescoord met mij? Ja, al 5 keer in 1 wedstrijd. Nou, fantastisch. Hey Nathan, bedankt voor het interview. Nou Stef, heel graag gedaan. Maar 2 dingetjes. 1. Jij hartstikke bedankt voor de goede vragen. En nou, ik moet eerlijk zeggen dat je een enorm talent bent. Je moet anders als je geen voetballer wordt de journalistiek ingaan. Hè, want je hebt het hartstikke goed gedaan. En 2. Dat je hier helemaal naartoe bent gekomen om die vragen aan mij te stellen. Dat vind ik hartstikke tof. En ik wil eigenlijk nog het woord richten aan juf Diane. Juffrouw Diane, deze kan je verdient toch zeker wel een 10.